We staan hier op de eerste boekenmarkt in het Evertshuis. Jackie, jij bent directeur van het Evertshuis. Hoe is dit ontstaan? Nou, eigenlijk door mijn buurvrouw, door Roetie. Dus misschien kan Roetie even vertellen wat haar aanleiding was waarom zij bij mij kwam. Ja. Roetie, wat was de aanleiding? Oké, nou, in onze familie was er iemand niet meer. Toen kregen we een hele mooie collectie boeken, iets van 29 dozen. En ik vond het zo zonde om dat zomaar weg te doen. Dus toen heb ik Jackie gebeld en gevraagd of zij er misschien iets mee kon. En dat sloeg aan. Het is hier vanochtend heel erg druk geweest, want ja, heel veel mensen lezen toch, hoor je, niet meer, maar kennelijk toch wel. Dus. Zeker, zeker, ja. Ja. We hebben echt al duizenden boeken verkocht. We hadden er iets van 4000 te verkopen. En ja, ik kan het niet met zekerheid zeggen, maar ik denk dat er toch echt wel iets van 1500 boeken al weg zijn. Ja. Maar er is zo ongelooflijk veel verkocht. En het is zo druk geweest eigenlijk al vanaf 10 uur meteen. Dat ja, het is meteen wel bij de eerste editie gelukkig een heel groot succes. Ja, het goede doel is dat we eigenlijk al het geld wat we ophalen met de boekenverkoop. Maar ook met de horeca, dus alle koffie, thee. We hadden heel veel taarten die we ook verkochten vandaag. En al dat geld, dat gaat allemaal naar kinderen die eigenlijk niet naar theater kunnen. Omdat ze daar het geld thuis niet voor hebben. En dat geld gaan we besteden aan kinderen die op die manier dus wel naar jeugdtheatervoorstellingen kunnen. En dat doen we in samenwerking met het sociaal team. Want zij kennen de mensen waar dat geld goed terechtkomt. En dan gaan we zo kinderen gezellig naar het theater brengen. Ja, dus eigenlijk naast de voedsel- en speelgoedbank, zou je zeggen, heb je ook een kaartjesbank. Ja, zo zou je het kunnen noemen, ja. En nou ja, ik ben in ieder geval heel blij. Dat ik ga ervan uit dat we behoorlijk wat geld hebben opgehaald. Dus ik hoop dat we heel veel kinderen blij kunnen maken. Ja, superleuk. Je vertelde, we hebben heel veel boeken hadden wij eigenlijk geërfd. Hè? Hoeveel zijn er nu nog over, denk je? Nou, het waren niet alleen die 29 dozen met boeken. Maar we hebben natuurlijk ook een innamedag gehad. Dus we hadden een oproep in de plaatselijke krant om mensen te vragen om hun overtollige boeken in te leveren. Nou, dat is een tijdje geleden gebeurd op zaterdag. Nou, we wisten niet wat er allemaal binnenkwam, maar zoveel. Ja. En dat hebben we dus geselecteerd en gerubriceerd. Mooi. Gerubriceerd zelfs. Want ja, na de eerste editie komen er nog meer, Jackie? Ja, ik heb het niet voor niks de eerste Borftse boekenmarkt genoemd. En dat vraagt om een tweede Borftse boekenmarkt. Dus die gaat er zeker over een jaar komen. Over een jaar pas. Ja, ja, mensen moeten eerst even al die boeken gaan lezen. En dan komen ze ze ongetwijfeld daarna weer terugbrengen. En ja, wat ik er ook een mooi idee aan vind, is dat vanuit het kader van duurzaamheid, is het natuurlijk heel goed dat je gewoon boeken laat roleren. Ja, zeker. Dus dan hoef je niet alles nieuw te kopen, maar dan kun je hier eigenlijk, want de kwaliteit van de boeken, moet ik even zeggen, die is ook echt heel erg hoog. Dus ja, ik zie hier alleen maar mensen echt met stapels boeken de deur uitgaan. Ja. Dus dat is alleen maar fantastisch. Ja. Nou, super initiatief, Roetie. Bedankt voor jouw initiatief. Ja, ja, leuk. En zeker voor herhaling vatbaar. Ja. Absoluut. De literatuur hier vandaan. Ja. En wat romans. Oké. En dus eigenlijk boeken die ik op school moet lezen, zeg maar? Nou, nee, ik heb gewoon gekeken wat ik leuk vond. Ja, bekende schrijvers. Ja, 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 precies. Ja, precies. Ja. Wat? Arthur Chopin of zo? Wat is het? Ja, die liggen er ook zat, maar die heb ik niet genomen. Nou, ze zien er inderdaad nog goed uit, ja, de boeken, hè? Ja, ze zien er prima uit. Ja, niet beduimeld, zeg maar. Nee. Nee, ze zijn allemaal prima. En heel veel keuze. Complimenten voor de organisatie. Het, is, het was fantastisch. Ja. En Jackie, nu hier toch zijn, misschien een kleine promo voor Vrienden van? Ja, het Evertshuis heeft natuurlijk nooit vrienden genoeg. Dus wat dat betreft, als je vriend wil worden van het Evertshuis en je wil ons steunen in alle activiteiten die we doen, zou ik zeggen, voor 27,50 ben je al vriend. Dus en daar krijg je ook heel veel leuke dingen voor terug. Dus ik zou zeggen, join the club. Oké.